Wereldvrijwilligersdag wordt elk jaar op 5 december gevierd. In dat kader zijn vanmorgen een paneldiscussie, een minibeurs en demonstraties van onder andere de brandweer gehouden in het Lalaroek-gebouw. Deze dag is georganiseerd door Suricorps for Development in samenwerking met United Nations Volunteers. Het thema dit jaar is Volunteers Act First, Here, Everywhere. Volgens Armstrong Alexis, vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, is vrijwilligerswerk niet slechts het geven van jouw tijd. Vrijwilligers zijn is ook het ontwikkelen van jouw talenten en vaardigheden. Die vaardigheden die de gemeenschap ten goede komen en die jou de steun hebben gegeven tijdens het opgroeien. Vandaar dat er ook steun vanuit dezelfde gemeenschap nodig is, zegt Alexis. We require the support of communities, we require the support of our nations, we require the support of our teachers, our religious leaders, our government officials to become, or we have required those persons to become who we are. And therefore, giving back to this very same society that provided us with so much is an important part of who we are as a people, as a nation, as a region, and as a world. Volgens minister Edgar Diekan van regionale ontwikkeling is vrijwilligerswerk erg belangrijk. Het voordeel van vrijwilligers is dat ze kosteneffectief, flexibel, gemotiveerd en laagdrempelig zijn, zei de bewindsman. Humphrey Dundas, voorzitter van stichting Suricorps for Development, zegt dat zijn organisatie op de goede weg is. Zo kan vrijwilligerswerk incidenteel zijn voor een concrete activiteit. Vrijwilligers kunnen zich ook voor een langere tijd vastleggen en binnen het kader van ontwikkelingsprogramma van de overheid en niet-governementele organisaties hun bijdrage leveren. Wij van het ministerie erkennen de voordelen van vrijwilligerswerk en hebben met de stichting Suricorps for Development duidelijke stappen gezet om dit beleid verder te ontwikkelen. De organisatie richt zich voornamelijk op het vrijwilligerswerk, maar niet alleen gewoon het vrijwilligerswerk, maar ontwikkelingsgericht vrijwilligerswerk. Dat is een nieuw concept, kan je zeggen, van Suriname. Het is nieuw in die zin van dus dat wij onze vrijwilligers inzetten in projecten. Het kunnen zijn projecten van de overheid, niet-governementele organisaties, maar ook van het bedrijfsleven. En er zijn tal van zaken dat we zo'n beetje doen. De focusgebieden zijn milieu, cultuur, gender, gezondheid en onderwijs. Tot zover Humphrey Dundas, voorzitter van de stichting Suricorps for Development, en daarvoor Edgar Diekan, minister van de regionale ontwikkeling. Ze spraken vanmorgen tijdens de viering van International Volunteers Day.